Hallo, ik ben Joke Sluits, hoofdredacteur van Cinevox en ik hou ervan om mensen in de spotlights te zetten. Helaas zitten heel veel van die mensen die daarin horen momenteel in het donker. Hoe ik me daarbij voel, niet goed natuurlijk, want het is nogal redelijk uitzichtloos. Het zijn moeilijke tijden voor ons. We hebben geen perspectief en geen werk. Het is een kunst om er mentaal door te geraken. En ik merk dat heel veel mensen het moeilijk hebben en langzaam wegzakken in een soort van... ja, eenzaam met ellende en het allemaal niet meer zien zitten. Er is veel onzekerheid, er is veel stress, er is veel angst. Er is gewoon veel. Het is niet alleen herfst en donker, wat dat sowieso al moeilijk is, maar er is COVID, er is een lockdown. Mensen worden somber en... je merkt dat sommige mensen zo somber worden dat ze uit het leven stappen. En je hoort die berichten hier en daar. En dat is verschrikkelijk. En ik wil liefst zo weinig mogelijk berichtgeving moeten doen over talenten die ons ontvallen zijn. Ik had op Facebook iets gepost naar aanleiding van mijn zorg rond mensen die hun mentale veerkracht kwijtgeraken. Of dreigen kwijt te raken. En hoe we zeker in deze periode daar samen waakzaam voor kunnen zijn. Zeker nu dat we ons terugtrekken in ons kot en soms ook bijgevolg, zonder dat we het zelf soms ook goed beseffen in onze kop. En de zorg kwam vooral vanuit het verontrustende feit dat in mijn brede entourage intussen al iets te veel mensen blijken gekozen te hebben om uit het leven te stappen. Schone, gepassioneerde mensen, met een grote gevoeligheid, een grote fijnzinnigheid. En laat het nu net dat soort prachtexemplaren zijn waar ons culturele landschap mee volloopt. Als je in de cultuur, media, eventsector werkt, dan ken je heel veel mensen. Dan ken je heel veel mensen die mensen kennen. En als er dan iemand sterft, iemand die heel veel mensen kent, en je doet je Facebook open, dan is het echt hartverscheurend om al dat verdriet rond u te zien. Om te beseffen hoeveel mensen er in deze donkere tijd moeten rouwen. Ik heb moeten rouwen een tijdje geleden. Ik voelde mij daar enorm alleen, nog erger dan anders. En ik wil gewoon niet dat veel mensen dat nu moeten meemaken. En al die mooie berichten die we dan zien verschijnen op Facebook. Zullen we die voortaan gewoon eerder zeggen? Een moeilijk onderwerp om iets over te zeggen, maar ik wil het toch doen. Omdat ik denk dat dat de eerste stap is. Laat ons praten over gevoelens waar we nergens meer naartoe kunnen. Ik wil dus graag een pleidooi voeren voor het zichtbaar maken van die kwetsbaarheid. Van het zichtbaar mogen zijn van die kwetsbaarheid. En eigenlijk een warme oproep dus toch naar het nog bespreekbaarder te maken van mentale hygiëne eigenlijk. Het is niet vanzelfsprekend je kwetsbaarheid tonen of je kwetsbaar mogen opstellen in de film, tv-wereld, media in het algemeen. Uiteindelijk werken wij met emoties en ons landschap bestaat bij gratie van kwetsbaarheid. Er wordt eerder omgekeerd gehandeld en je wordt ook omgekeerd behandeld. Dat gaat zo blijven zolang het te onzichtbaar is. Zolang het te verstopt en dus gemarginaliseerd blijft. Misschien moeten we dat anders aanpakken. Probeer nadenken om het ook structureel toch nog meer in te bedden in onze sector. We moeten er zijn voor elkaar, zo simpel is het. Als ik terugkijk naar een periode waarin ik het zelf ontzettend moeilijk had, nu toch al een aantal jaren geleden, dan herinner ik mij vooral hoe mensen mij bleven, hoe vrienden mij bleven contacteren en hoe belangrijk dat was. Ik had toen zelf niet de energie of de kracht om te reageren, om laat staan te bellen en een sms'je te sturen. Maar het feit dat mensen mij bleven contacteren met sms'jes, met brieven, met kleine attenties, dat was toen echt ontzettend belangrijk. En dus, denk ik, is het echt een moment om te proberen om een lichtpunt te zijn in andere mensen hun bestaan. Om hen te laten weten dat ze niet alleen en geïsoleerd zijn met hun gevoelens. En dat er altijd iemand is die wil luisteren. En echt luisteren. Dus we moeten bereikbaar zijn voor elkaar. Maar we moeten ook zelf bereiken. Mensen zeggen wel van, je mag altijd bellen als het niet gaat. Maar soms, dan zit het zo diep dat dat zelfs niet meer gaat. Dat
de telefoon pakken en iemand bellen zo een grote stap is. Dat je niet meer wilt rechtstaan, dat je denkt, het is genoeg geweest. Je wilt ineengerold gaan liggen onder je laken, zelfs onder een steen. Nee, je wilt niet meer voelen, niet meer denken, niet meer zijn. Gewoon genoeg geweest. Wacht niet meer praten, wacht niet meer luisteren. En wacht gewoon ook niet meer te zijn voor elkaar. Ook als het gesprek niet is wat je zelf fijn vindt. Of misschien minder oppervlakkig is dan dat je soms zou willen. Ik kan me voorstellen dat je het opgeeft na een tijdje. Maar ik denk dat het dan net belangrijk is om door te bijten. Omdat je dan echt het verschil kunt maken. Dus als je zelf de energie en de kracht voelt om er voor andere mensen te zijn, wees er dan voor hen. Bel, sms, chat, facecall, whatever. Vraag aan mensen hoe het met hen gaat, meer dan één keer. Stuur ook leuke herinneringen die jullie samen gedeeld hebben. Zeg dat dat terugkomt, dat dat niet gedaan is. Huil, huil, huil en lach en leef, want het leven is zo bijzonder als je erin slaagt om de demonen achter je te laten die je hart opvreten. Breng ook gewoon soms iets lekkers om te eten. Veel mensen die diep zitten gaan niet meer naar de winkel of koken niet meer. Ja, in een telefoontje dat alles had kunnen oplossen. Nu, ik weet niet of het zo simpel is, maar ik denk wel dat alle contact en alle verbondenheid die je kunt hebben met mensen goed is. Dat is voor elkaar zorgen. Dat is het enige wat belangrijk is om deze tijd door te komen. Verzorg jezelf. Wees lief voor jezelf. Hoe moeilijk het ook is. En het is moeilijk. Ik weet het. Het is moeilijk, maar het gaat over. Als je slecht voelt, laat het weten. En als je denkt van iemand, het gaat er niet zo goed mee, reach out. En zorg dat je toch op een of andere manier die verbondenheid nog kunt creëren. Want het kan misschien levens redden. Eén begripvol persoon op één moment, die kan het verschil betekenen.